Hallo allemaal. Vandaag is het Veilig Internetdag. Ja, verzin daar maar weer eens wat bij. Een computer met een gordel eromheen of zo. Ja, hoe gaan we dat nou tekenen? Laten we er maar weer wat op verzinnen. Veilig Internetdag. Ja, laten we maar gewoon gaan tekenen. Doe je weer mee? Wat we natuurlijk kunnen doen. Ja. En dat dat wel leuk is. Ik denk, wat moet dat nou weer worden? Kijk, zo kun je natuurlijk je computer ook beveiligen. Dan gewoon een zwemeend omheen. Dan blijft hij tenminste drijven. Nou, dit is misschien een beetje flauw. Ik kan er ook een hangslot aan hangen. Ik kan nog even een hangslot tekenen. Misschien iets beter perspectief moeten tekenen. Zo. Nou, we moeten misschien even opnieuw doen. Veiligheid. Ik ga gewoon even een nieuw hangslot tekenen. Ja, het is weer soms zijn het best wel lastig om een tekening te verzinnen voor een bepaald thema. Zo. Kijk, door een beetje schaduw eraan te geven, dan krijg je diepte. Dat hier ook nog even zo. Dan kan je weer zeggen van ik doe nog een zijde arceren. Ik zou zeggen, ga hier ook lekker weer zelf mee aan de slag. Bedenk zelf nog wat dingen van veiligheid en probeer dat eens te tekenen. Wat kan je nog meer? Een sleutel. Een sleutel zou ook nog kunnen. De sleutel komt trouwens ook weer voor in mijn cursus zakelijk tekenen. Maar goed. We hebben net het bad eend getekend om de computer heen en nu het hangslot. Ik denk dat je voor vandaag weer genoeg materiaal hebt om... Een inspiratie om weer verder te tekenen. En ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!